Deze week staan Daan en ik voor een GGD-kantoor waar Sens in zit, ergens in Limburg. Ja, in Roermond om precies te zijn. En wij gaan hier de straat op en we gaan de mensen vragen hoe ze zich nou eigenlijk voorbereiden op een stapavond. Ja, want hoe kun je nou eigenlijk goed voorbereiden? Nou, dik een uur van tevoren. Ja, het duurt al een tijdje voordat ik mijn outfit heb uitgezocht. Ja, nee, ik verander ook echt 5 keer of zo. Ja, ik ook. Dat waren toen nauwelijks cafés en bars. Ja, een paar uur voor de spiegel staan. En dan make-up en haar. Ik doe eerst douchen en dan mijn haar. Nu stappen gingen wij niet. De haren doen, wat ik nu niet heb. En dan mijn make-up. En dan aankleden en dan verander ik nog een paar keer. En wat nam je allemaal mee als je ging stappen? Sigaretten. Geld. Wat geld en mijn telefoon. Where's the coffee shop hier? Wat nam ik mee? Een goed gevulde portemonnee. Ook voorbehoedsmiddelen? Nee, dat was toen nog tijd niet. Toen ging alles nog onveilig? Ja. Is niet zo handig, hè? Nee, weet ik. Achteraf denk ik van, ik heb ook angst, af en toe wel angst gehad, ja. Ja, dan ging het mis bijna? Ja, denk het wel. Stresstijd zal het geweest zijn? Ja, af en toe wel. Ik heb destijds wel eentje in mijn beurs gehad, ja. Nee. Dus die neem je niet mee van tevoren? Nee. En als het gebeurt wel? Dan, ja. Je ligt bij elkaar in bed? Ja, weet ik niet. Dan verwacht je dat zij het heeft? Nee, eigenlijk ook niet, hè. Dus dan maar zonder? Misschien. En is dat verstandig, denk je? Niet heel erg. En dan denk ik van, oh wacht, mijn make-up zit nog niet goed, doe ik het nog een paar keer. Do you bring condoms when you're going out? Yes, of course you. Gaan we nog gooien. Ketten hem, papalarum. Nee. En waarom niet dan? Ja, je drinkt al. Waarom zal je iets anders dan... Nee. Je drinkt al, dus je hebt geen voorbehoedsmiddel nodig? Nee. Eigenlijk gaan de meisjes ervan uit dat de jongen dat heeft. Oké. Okay. En waarom dan? Omdat dat een beetje zijn verantwoording is of zo. En wat vind je ervan als bijvoorbeeld een meisje een condoom mee heeft tijdens het uitgaan? Ja, goed. Het gaat natuurlijk om het niet zwanger worden. En geen sores oplopen natuurlijk, maar ik denk dat het beste is voor een vrouw om zelf eentje bij te hebben natuurlijk. Anders kom je al snel in een situatie waar je allebei heel erg graag wilt, maar... Niet kan. Ja, je weet het eigenlijk natuurlijk niet, maar ja goed, kijk, heeft ze hem bij en er gebeurt toch wat. Denk van ja, je bent verdomme slim dat je dat toch bij had. Ja, inderdaad. Kijk, het is niet mijn plaats om te oordelen. Tuurlijk denk je wel van, jij hebt echt gewoon plannen, dat denk ik. Maar ja, aan de andere kant, als je dan toch van plan bent, kan je me net zo goed bij hebben. Zeker voor het onzeker of zo. Dat is wel slim, ja. You must bring a condom with in your hosentasje. Condooms zijn eigenlijk net als huissleutels. Die vergeet je ook niet als je gaat stappen. Zonder je sleutels kan je je huis niet in. En zonder condooms kan je ook niet naar binnen. Nou, als je gaat stappen is het altijd verstandig om een condoom bij je te hebben. Gewoon in de binnenkant van je jas of aan de zijkant of in het zijvakje van je tas. Niet te lang laten zitten en niet meewassen, want dan gaat het niet goed. Bedankt voor het kijken naar deze video en wil je meer weten over het gebruik van condooms bijvoorbeeld, ga even naar www.sens.info. Ja, en volgende week staan we in Eindhoven, dus tot dan!